is Jan Bart. Jan Bart, creatieve duivel doet al. Graag gezien figuur op de Paulusfeesten. Presentator. Comedyman, bovenal. En iemand die met de glimlach het feest zowel in gang steekt als afsluit. Bedankt Jan Bart. Welkom bij de 9e aflevering van Jan Bart. En geloof het of niet, ik doe meer dan enkel comedy. Ik heb een rijkelijk studentenleven achter de rug. En ik probeer als oude zak ook hier en daar in het huidige studentenleven mijn steentje bij te dragen. Zo net een vergadering gehad met de dames en heren van het SK, FK en HK omtrent de nieuwe druk van de Gentse studentencodex. Ja, en heel typisch, geen opnames gemaakt natuurlijk tijdens die vergadering. Maar kijk, zo ziet die prachtige Gentse clubcodex eruit. En in september komt er in samenwerking met het SK, FK en HK dus een nieuwe editie uit. En nu richting de coupure. Want mijn oud-studentenvereniging Moeder Kila heeft dit jaar lustrum. En ik heb wel een paar leuke ideetjes. Allee, denk ik toch. Ik denk zelfs dat je daar heel snel gaan moet, niet lang mee moet wachten. Ja, hij was mee. Natuurlijk herkende foto's. En zo werd tussen pot en pint en door jong en oud een mooi programma bedacht voor het 45-jarige bestaan van studentenvereniging Moeder Kila. Vlak voor onze vakantie hadden we beslist om de tent voor cultuur in een hof toch naar beneden te halen. Er werd toen storm aangekondigd en dat bleek uiteindelijk wel de beste beslissing te zijn. Met de tent neergehaald waren we alvast een stuk meer op ons gemak. Zeker met de windstoten van 4, 5 en 6 pieken van 6 bevoor van de afgelopen 2 à 3 weken. Van een mini-festival in mijn eigen achtertuin naar een echt festival. Na 1 jaar onderbreking wegens een of andere pandemie, mochten er dit jaar eindelijk terug Paulusfeesten plaatsvinden. Ik heb er al 9 jaar de eer en het genoegen om er presentator van dienst te zijn. Het was dan ook een blij wederzien met het festival, de stad en natuurlijk alle medewerkers. En op de allerlaatste avond van de Paulusfeesten mocht ik niemand minder dan Gies winnen aankondigen. Een goede avond voor Oostende, laat jullie horen! Hoort al onmiddellijk, dat zit echt Oostende naar. Waar zijn alle mensen van Oostende? Maak meer lawaai. Enkel Oostende. 3, 2, 1! Puur in principe, zijn er ook mensen die niet van Oostende zijn? 3, 2, 1! Dus dames en heren, zorg ervoor dat dit de tofste, niet alleen de laatste avond, wordt de tofste avond van de Paulusfeesten. Dat hij tof vond dat er goesting heeft. En ik heb de eer en het genoegen om de laatste act voordat DJ CK het overneemt aan te kondigen. Niet zomaar de eerste, de beste. Vorig jaar 60 jaar geworden. En hij is op stap om het meest intieme concert van de Paulusfeesten aan jullie te geven. Dames en heren, ik wil een dubbel warm applaus, een hartelijk applaus voor Yves Vertongen en Gies Swinnen. De show eerst wel bij ergernis werd er vorige week gebrainstormd met humoristisch toptalent Sven Eekman. En het werd vooral heel hard duidelijk dat ik momenteel enorm mezelf en alles wat ik al geschreven heb enorm in vraag aan het stellen ben. En dat is een goede genoeg grap. Ja, dat gaat goed. Ik zie dat niet meer. Ik zie dat niet meer. Nee, voor mij is dat gepasseerd.
Ik heb een grap geschreven en ik heb het mij niet meteen ook verteld. Toen is dat echt van niet. Als je dat goed vertelt, hè. Maar gelukkig was er ook tijdens de brainstorm zelf tijd voor een heel klein beetje virtuele ontspanning. Oh. En wat heb je gedaan bij Jan Bart? Ja, dat is wijs. En ik dank jullie ook heel graag voor het massaal reageren op de vraag van vorige week. Die dingen helpen mij enorm om de algemene ergernissen een heel klein beetje in kaart te brengen. Daarom ook deze week een nieuwe vraag. Wat irriteert jullie het meest in het huishouden? Reageer hieronder in de commentaren. Zo komen we aan het eind van alweer de 9e aflevering van Jan Bart. En na een weekje onderbreking is onze professionele afscheidsnemer er weer terug. En hij is duidelijk onder de indruk van het talent van de papa. Dames en heren, hier een kies winnen! Zo moeilijk is dat niet, presenteren.